Wat wil je zeggen tegen alle HC-meisjes? Ga dikzuigen. En je bent gewoon vervelend en praat niet met mij. Je hoofd is net zo bedorven als die poenie van jouw moeder. Weet toch die water daar zo? Dat is die pussy juice van je moeder. Oh my god, Harold! Yo, mijn naam is Tom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Kortom, vandaag weer een nieuwe aflevering van Schooltour. De serie waarin ik in elke aflevering naar een andere middelbare school in Nederland of België ga. Om pittige vragen te stellen aan de scholieren. Met vandaag de vraag, ben je HC? En wat vind je van HC meisjes of jongens? We gaan bijna beginnen. We staan trouwens in Reigerbos, Belmer, Amsterdam. En maar voordat ik begin wil ik heel even vertellen dat eindelijk de eerste Schooltour merch er is. Onder andere dit shirt is nog een proefdruk. Print wordt iets groter. Verschillende versies staan nu in beeld. En je kunt zelf kiezen op een hoodie of op een t-shirt. Wat ik daar wel bij wil vertellen is dat het maar heel even beschikbaar is en je het op tijd moet bestellen, want over een paar dagen is het al offline en dan heb je de boot gemist. Linkje staat hieronder en ik herinner je nog één keer aan het einde van de video. Maar ja, nu gaan we toch echt beginnen. Ik ben op zoek naar het meest high-class meisje van deze school. Waar ga ik die vinden? Derde of vierde klasse. Kun je die even halen? Hun daar. Waarom lopen zij daar door het gras? Wat gaan zij doen? Seksen. Scharen of zo. Kom, we gaan kijken wat zij gaan doen met de camera. Kom, we gaan kijken. Wacht. Shhh. Hey, zo high-class niet. Ze lopen gewoon over het gras. Ze geeft me echt een bliks des dood, zie je dat? Vind jij jezelf HC? Ja. Begrijp dat ook wel ofzo? Wat zegt u? Ik begrijp het wel. Hoezo? Gewoon een kroontje op van ik ben de queen hier. Nee, ik ben gewoon jarig vandaag. Je bent jarig, gefeliciteerd. Ja, ik ga niet zingen, daar heb ik geen zin in. Nee, maar kijk, weet je, het is... Je moet niet low-class zijn, weet je. Je moet jezelf gewoon zien van, ik verdien het beste. Maar vind jij dan ook dat je boven de rest staat? Nee. Want zeg maar, dat is toch ook wel een beetje wat high-class is? Niet echt. Ik vind gewoon, high-class is gewoon iemand die zichzelf gewoon goed vindt, weet je. Zichzelf gewoon goed vindt, maar je moet niet zeggen dat je beter bent dan anderen. Maar je mag jezelf wel de shit vinden. Dus op een gegeven moment dacht je gewoon, ik ga high-class worden. Ik ben altijd zo geweest. Je bent high-class geboren. Met dat kroontje erbij zeker. Helemaal. Vind jij jezelf high-class? Ja, wel een beetje. Vind je niet stiekem dat zij gewoon zichzelf wel beter vindt dan de rest? Eerlijk zeggen. Eerlijk. Nee. Zeker weten. Zie je, je bent zo high class. Jij bent jarig. En je gebruikt haar als slaaf om je shit te dragen. Nee, dat is het niet. Het is zo, hè? Nee, hoor. Meestal zou het gewoon omgekeerd zijn. Dus jij vindt jezelf ook high class? Nee, ik ben gewoon een aardig persoon. Maar ja, ik laat mensen niet over me heen lopen. Dus ja. Hoi. Hi. Lekker weer, hè? Oh mijn god. Gaat het? Oh mijn god, de slaafjes maken je gelijk schoon, hoor. Nee, zijn maar slaafjes niet. We weten niet wat voor highclass samenkomst dit was. Oh, je gaat de birthday foto maken. En wordt daar dan nog aan gefacetuned? Huh? Huh? Wordt daar dan nog aan gefacetuned aan de birthday foto? Nee, ze is te mooi om het te editen. Oeh, dat is het meest highclass wat ik vandaag heb gehoord. Dat heb ik toch niet zelf gezegd? Dat is een compliment van haar. Hier. Yeah. Nee, maar ik vind het echt erg. Wat volgens mij helemaal naar hier? Ja, ik vind jullie ook echt. Doei! Wat vind je van high-class meisjes? Hé, man, ze doen echt niet normaal. Wanneer ik de roep, dan gaan ze doen alsof je niet horen. En daar kan ik niet tegen. Want zij beweren dus, ze lopen nu weg, maar die meiden daar, die beweren dus dat ze niet high-class zijn. Het lijkt alsof ze wel high-class zijn. Ik hoef hun niet. Nee? Maar moeten zij jou wel? Dat weet ik niet, man. Ik weet het. High-class meisjes! Ja, er zijn veel high-class bitches. Dioniso! Vind jij jezelf high-class? Nee. Ben je high-class? Is ze high-class? Ja. Je bent high-class? Nee, ik ben gewoon cool met iedereen. Ik ben gewoon... Vind je jezelf niet high-class? Nee. Waarom niet? Omdat ik dat niet ben. Ben jij HC? Nee, ik denk van niet. Sowieso niet. Ben je high-class? Nee. Waarom niet? Ik weet niet, ik ben gewoon niet high class, denk ik. Nee? Nee. Je praat wel een beetje zo, toch? Ja, vind je? Klein beetje. Hou je bek, girl. Is zij high class? Ja, ze is tot high class, G. En wat ga je doen? Ik raak je, dan wat ga je doen? Ja, hij irriteert me alle tijd. Ik ga hem echt klappen. Jij slaat harder, hè? Tuurlijk. Voel je jezelf ook beter dan de rest hier? Eerlijk? Nee, dat niet. Oké, dan ben je misschien toch niet high class. Nee, tuurlijk niet. Hé, hey, niet meisjes slaan, hè? Meisjes plagen, kusjes vragen. Nee, dat was niet de bedoeling, pa. Ze zoekt me altijd toch, je weet toch. Dit is niet mijn schuld. Wat vinden jullie van high class meisjes? Gewoon
niet slim. Moet gewoon jezelf zijn. En niet HC doen. Wil jij kwijt over high class meisjes? Je moet gewoon aardig doen en zijn wie je bent. Wat is precies high class nou? Wat houdt een high class meisje in? Wat doet zij zeg maar de hele dag? Weet ik niet precies. Puin zijn. Ja, klopt. Ja. Zoiets. En hoe vaak ben je al afgewezen door een high class meisje? Het zou echt jammer zijn als die pet niet terugkomt. Zeg maar favoriete pet. Run. De eerste keer dat er iets van me gestolen werd in schooltour. Wat wil je zeggen tegen de high class meisjes? Doe niet high class. Jullie zijn niet blijf mooi. Gewoon jezelf. Jullie zijn kijk, niet mooi. Kijk, mijn nigga zegt het al. Jullie zijn niet mooi. Ewa ja. Ze zijn niet daarom. Nee. Jullie hebben geen geld en zo. Blijf gewoon jezelf. Nee, abonneer. Film even deze high class dames. Allemaal high class volgens deze jongen. Nee. Hou gewoon je bek dicht. Ik ben op zoek naar het meest high class meisje van deze school. Waar kan ik die vinden? Is dat een naam? Ja. Wat zeg je met haar? Ze zit in onze klas. Zij is heel HC. Je vindt haar niet leuk? Jawel, maar ze is high class. Ik ben op zoek naar het meest high class meisje van deze school. Waar ga ik die vinden? Rond de eerste klas. Tweede, eerste klas, ja. Hoe vaak ben je afgewezen door een high class meisje? Ik vraag geen high class meisjes. Door hoeveel HC meisjes ben je al afgewezen? Nul. Ik ga nu op HC meisjes af. Snap ik. Hoe vaak ben je al afgewezen door een high class meisje, eerlijk? Misschien mijn hele leven één keer of zo. Liegt hij? Hij is lelijk. Eerste klas HC bitches, sorry man. De eerste klas high class bitches komen eraan, als ik deze man moet geloven. Wat wil je zeggen tegen alle high class meisjes in deze wereld die naar deze video kijken? Jullie doen zomaar high class, jullie zijn gewoon lelijk en jullie zijn gewoon hoertjes. Wat maakt een high class meisje high class? Gewoon als het... En... Kun je dat alsjeblieft nog één keer doen? Gewoon stoer doen, nonchalant en zo. Gewoon, maar denk jij dat high class meisjes denken dat ze beter zijn dan anderen? Sowieso. Maar ze zeiden net van niet. Ze liegen. Grote billen. Wacht. Dus als je met grote billen geboren bent, nee. Ben je high class? Nee, niet zo. Als ze gewoon die billen koopt. Als ze... No. Probeer even naar de winkel even billen kopen. Het is gewoon een soort houding van doen alsof ze Kim K zijn. Ja, dat ook. En als ze zomaar... mensen niet terugvoegen op Snap of zo, ja. Zoiets. En ze zeggen tegen je, stuur foto. Ja. Foto van wat? Ja, foto van jezelf. Hé, maar wat wil je zeggen tegen alle high class meisjes in je leven? Ze mogen me gewoon voegen op Snap. Janko Kozart, met twee O's, vergeet het niet. Ze willen me niet. Dit is de eerste jongen die gewoon... Iedereen hier is tegen de high class meisjes en jij zegt gewoon voeg me op Snap. Ja, eigenlijk wel, man, want ze zijn toch mooi. Maar ik kan ze wel even neuken en dan is het klaar. En dan daarna, wat doe je daarna? Daarna skippen ze, gaan gewoon weg. Wat wil je zeggen tegen alle HC meisjes? Ga dikzuigen. En je bent gewoon vervelend. En praat niet met mij. En ga gewoon weg. Ben je zelf dan niet een beetje HC als je zegt praat niet met mij? Als je HC bent, ik wil gewoon met goede mensen omgaan. Dus gewoon goede vrienden, snap je? En als je HC bent, moet je gewoon niet met me praten. Wat maakt iemand HC? Als je doet alsof je heel wat bent. En ja, daarom. Als je doet alsof je heel wat bent. Er wordt gezegd over jullie... Dat jullie heel erg high class zijn. Je liegt, hou op. Maar is ze high class? No, dat is ze niet. Oh, ze is niet high class? Ze is aardig. Wat wil je zeggen tegen alle high class meisjes? Fuck jullie allemaal. Eet maar billen. Zet je fiets weg, we gaan het meest high class meisje zoeken. Ah, shit. Here we go again. Ik zie hier geen high class meisje, man. Toch niet? Ik hoor dat jij high class bent. Echt waar? Ja. En hoezo dat? Klopt dat? Ja. Nee. Doe rustig. Wat maakt jou high class? Zij is ook high class. Noem jij nou een hoertje? Wat wil je zeggen tegen alle high class meisjes? Fuck a jeep! Voeg me op Snapchat! Ik heb heel vaak onder je video gereageerd dat je hier naartoe moest komen. Echt man, I did it. Mensen, je hoort het. Reageer onder mijn video naar welke school je gaat. En wie weet sta ik de volgende keer bij jou op de stoep. Ik heb hier een aantal high class jongens gevonden. Hoor ik. Wat is dit? Komen dan meisjes op je afgerend of zo? Ja, eigenlijk wel. Waar zijn ze dan? Nou kijk, sommigen zijn daar en die anderen zijn daar. Nee, eigenlijk niet. En wat maakt jouw HC? Ik denk omdat de mensen die mij zien, dan ga ik niet groeten, snap je? Maar jij vindt jezelf dus beter dan anderen, want je groet ze niet terug. Ja. En wat wil je zeggen tegen high class meisjes? Jullie mogen wel gewoon jullie ding doen, snap je? Maar ja. Doe je ding, abonneer op Kortom, like. Koop de schooltour merchandise. Ja, koop de merchandise. De jongens daar, die zeggen dat je high class bent. Ze trippen. Wat maakt jou niet HC? Ik ben gewoon niet HC. Spreek ze de waarheid? Ja hoor. Ja. Wat wil je zeggen tegen alle HC meisjes?
fuck jullie. Wees gewoon jezelf. Ga niet doen alsof je iemand anders bent terwijl je iemand anders bent. Fuck jullie, jullie zijn lelijk en jullie doen zomaar stoer. Die maakt wel chill, die man. Hier gewoon twee groepen, gewoon één groep hier. Eén groep daar. En drie. En twee. En één. Fight! Oh nee, het was een grapje. Kijk, hier is nog eentje. Zoals ook HC. Daarachter staat ook nog een hele groep. Dames, schuif aan de kant. Jullie zijn allemaal high class. Ga aan de kant. Oké, okay, we zijn net weggestuurd door de straatcoaches. Te veel overlast van de school. Jullie waren elkaar aan het aanvallen. Laten we dat niet doen. We gaan elkaar gewoon roasten, oké? Okay? Deze jongens vinden jullie HC. Wat wil je tegen ze zeggen? Ach, gooi je bek dicht, want ik ben niet HC. De pussy. Hallo pussies. Hé, Ringo. Bichon, hallo pussies. Een pussy stinkt naar vis. Je hebt tolika, ze zijn je bek gewoon. Sommige meisjes willen die etjes doen, toch? Maar lijk op die crispy chicken van KFC. Ah! Maar Soma, ik kan rustig doen, want je vader wacht naar de Somalië. Geen kalm, man. Waar waren jullie? Waar waren jullie? Weg L. Doei. Ga naar huis. Het is bedtijd. Maar heb je een tandenborstel nodig, want je mond stinkt, hè? Elke dag. Je hoofd is net zo bedorven als die poenie van jouw moeder. Je weet toch die visboer daar zo bij de Ragersbos daar zo? Je weet toch die water daar zo? Dat is die pussy juice van je moeder. Oh my god, Harold! Hey, 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 hey! What the fuck gebeurt hier? Pussy juice, hey! Blijkt dat je dat niet is, toch? Tegen meisjes, maar wat doe je? Nou, die jongens tegen mij. Nou, was niet zo, pa. Hé, begin met de roos. Hé, jongen. Je moeder is zo'n hoertje. Je weet die vliegtuig die daar langs vliegt. Iedereen gaat in de kutje. Dames, jullie zijn weer aan de beurt. Jullie zijn zo skeer dat die zwervers op straat jullie goud moeten geven. Wat niet, wat niet. Ik heb één. Je moeder de benen gaan zo vaak open. Je zou bijna denken, die schuift nu voor Albert Heijn. Ah, je moeder de poesie is zo zuur, ze doet experimenten ermee om beestjes dood te maken. Dames, zo graag als ik ook wilde dat jullie hadden gewonnen, ben ik bang dat dit voor jullie hier eindigt. En de jongens zijn toch echt de winnaars in deze. We zijn de beste! Jongens hebben altijd gewonnen, dier. En jongens, dank jullie wel, later! Laat in de comments weten wat jij van high class mensen vindt. En vergeet ook niet even naar het link hieronder te gaan naar mijn webshop. Want deze limited merch gaat er niet heel lang zijn. Voor jezelf of een leuk eindexamen cadeau. En ik wil hier weg en ik steek mijn schoolboek in de fik, want dat willen we allemaal. Doe een duimpje omhoog, laat je school achter, abonneer op mijn kanaal en ik zie je later. Yo!